Vreda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier op het Timmerfestival. Zoals je ziet is iedereen hier druk bezig. We zijn hier aan de Stationslaan bij het Timmerfestival in de Belkroen. Het is de tweede dag, morgen is de finale, de derde dag. De kinderen, zoals je ziet, zijn druk aan het timmeren. Het thema dit jaar is de toekomst. Dus er wordt gebouwd aan tijdmachines, vliegtuigen, alles wat maar met de toekomst te maken heeft. Het huis van de toekomst heb ik ook al gezien. Dus hartstikke gezellig. Morgen komt er een vakkundige jury om 2:00. Dan gaan alle kinderen hun plannen presenteren aan die jury, één voor één. En dan zal de jury een besluit nemen. Dus dan is er een eerste, een tweede en een derde prijs te verdelen. Dus ik ben erg benieuwd. Het zit allemaal mee tot nu toe. Hopelijk is het weer morgen ook redelijk. Dan hebben wij een hartstikke leuke Timmerfestival voor de derde keer. Breda Nu. Je weet het meteen.